Brandende kerstversiering die van het plafond naar beneden kwam, is waarschijnlijk de oorzaak van de cafébrand in Volendam, die afgelopen nacht een zeker 8 mensen het leven kostte. Artsen vrezen dat het aantal doden verder zal stijgen tot 15 à 20. Want van de 130 gewonden liggen er nog ongeveer 30 in kritieke toestand in Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen. Nog eens 30 andere slachtoffers hebben ernstige derde graads brandwonden. De gemeente Volendam heeft bevestigd dat de veiligheidseisen die aan de cafés waren gesteld niet ten volle zijn uitgevoerd. De brand brak kort na middernacht uit in een pand waarin 3 boven elkaar gelegen cafés zijn gehuisvest. Bovenin het Hemeltje waar de brand begon, daaronder de Weerwar en beneden de Blokhut. De meeste gewonden, 41, liggen in het AMC in Amsterdam. Veel slachtoffers zijn opgenomen in de gespecialiseerde brandwondencentra van Beverwijk, Groningen en Rotterdam. In Nederland is niet genoeg plaats om alle slachtoffers te behandelen. Een aantal van hen is daarom met ambulances en een helikopter overgebracht naar Belgische klinieken in Mechelen en Brussel en naar het Duitse Aken. De plek van de ramp ligt aan de haven midden in het uitgaansgebied van Volendam. De brand begon in het café op de bovenste verdieping van dit pand. In totaal gaat het om 3 op elkaar gelegen uitgaansgelegenheden. Bij daglicht wordt nog eens extra duidelijk hoe groot de paniek moet zijn geweest onder de aanwezigen. In de haast om weg te komen hebben de honderden jongeren ramen ingeslagen van de cafés. De verslagenheid onder de inwoners van Volendam is vanmorgen groot. Het liep om 11:45 vanaf de dijk hier waar ik woon naar de Weerwaardbar. En ik zag een hoop mensen buiten staan, maar ik ging naar een ander café toe. En nog geen 10 minuten later komt er een meisje binnen met een zwart geblakerd gezicht. En haar handen die vreselijk pijn deden, die hebben we in een emmer water gestopt. En mijn vrouw die is met haar naar het ziekenhuis in Purmerend gereden. Maar toen beseften we ons niet hoe de omvang van de ramp was. Maar naarmate de uren verstreken, kwamen we er toch achter dat er tientallen, zo niet, misschien wel 150 mensen bij betrokken waren. Politie en brandweer hebben de omgeving van de rampplek afgezet. Rechercheteams zijn inmiddels begonnen met een sporenonderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen. In de loop van de middag verzamelden zich vrijwilligers van het Rode Kruis bij het crisiscentrum in het stadhuis. De Rode Kruismedewerkers zijn de hele nacht bij de hulpverlening betrokken geweest. Dat was natuurlijk zeer indrukwekkend, omdat met name, en dat was toch iets anders dan bij de Bijlmerramp bijvoorbeeld, er heel veel gewonde slachtoffers waren. Er waren heel veel ook ernstig gewonde slachtoffers met veel brandwonden. En dat maakt natuurlijk een enorme indruk op de mensen. Namens het kabinet bezocht staatssecretaris van Binnenlandse Zaken De Vries Volendam. Ik kom in de allereerste plaats natuurlijk om deelneming te betuigen, zoals ook mevrouw Jortsma en haar majesteit hebben gedaan, met de slachtoffers en met de familieleden, waarvan er nog steeds natuurlijk een heleboel in verschrikkelijke onzekerheid leven. Het is een klap waar je in het nieuwe jaar niet mee wil beginnen. En ik denk dat iedereen daar ontzettend mee worstelt op dit moment. Het toeristencentrum van Volendam is uitgestorven. De paar buitenlandse toeristen die geen idee hebben van wat er is gebeurd, komen voor gesloten deuren te staan. Van hele gewone dingen worden zelden foto's gemaakt. Maar volgens wetenschappers geven ze een goed beeld van de cultuur van een tijd. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft al meer dan 1000 series alledaagse foto's ontvangen. Wij hebben alle mensen opgeroepen om foto's te maken voor de toekomst en ook voor nu over alledaagse dingen. Belangrijk is ook dat ze zelf kiezen wat zij vinden dat voor de toekomst bewaard moet blijven. Dus zij gunnen eigenlijk de toekomst een kijkje in hun leven. Ja, het kan over van alles gaan. Een serie over het slapen anno 2000. Of de ochtendrituelen van Wim, gefotografeerd door zijn vriend Ger. Hans van Dijk en Wieke Eefting zijn collega's. Ze hebben samen een serie over vervoer ingeleverd. Onder andere een speelgoedauto, een prachtige Kever cabriolet. Die is dan waarschijnlijk helemaal niet meer in de handel. Of op een snelle racefiets, een fiets die wij nu heel snel vinden, maar die waarschijnlijk over 50 jaar helemaal antiek is. Of skates die over 50 jaar vast veel heel anders zijn als ze nog worden gebruikt. Dat ben ik zelf, enthousiast schaatser en skater. En Wieke heeft mij in volle snelheid vastgelegd. Officieel is het vandaag de laatste dag dat foto's kunnen worden ingeleverd. Dit is een serie van 8 foto's. Het onderwerp: de fotograaf fotografeert fotografen die fotoreportage maakt.
Geweldig. Het leukste is ook om de foto's nu te vergelijken met foto's eerder of schilderijen eerder. Want dan kan je een hele ontwikkeling zien. En dan zie je toch dat er in 100 jaar gigantisch veel veranderd is. Ja, eigenlijk in ons leven verandert er al heel veel. Alleen je staat er dan niet zo bij stil. Maar door die foto's kun je het echt letterlijk zien. Alle foto's worden gearchiveerd. Met een verhaal van de makers erbij als boodschap aan een volgende generatie. Mijn moeder, terwijl wij aan de wandeling zijn in Amersfoort. Ze kan niet zo ver meer lopen, dus dan zet ik haar in een rolstoel en dan hebben we een hele genoeglijke middag zo. Het hele spektakel wordt ook bijgewoond door Charles Groenhuizen. Charles Boes wil, zo zei hij, de eer en waardigheid van het presidentschap herstellen na de escapades van Clinton. Maar is door het gedoe met die tellingen in Florida het omgekeerde niet het geval? Voor de meerderheid van de Amerikanen zeker niet. De Amerikanen zijn over het algemeen, Philip, gezagsgetrouwe mensen die zeggen, laten we nou een punt achter zetten, dat is allemaal voorbij en over. Bush is nu onze president. Maar er is een flinke minderheid die inderdaad zegt, die verkiezingen zijn door Bush en de Republikeinen eenvoudig gestolen. En dat maakt George Bush buitengewoon kwetsbaar. Met name in tijden van politieke problemen. Die komen natuurlijk onvermijdelijk in de komende 4 jaar. Dan komt het aan op politiek talent, leiderschap. En wat dat betreft moet Bush zich nog bewijzen. Ariel Sharon is de winnaar van de verkiezingen in Israël. Hij is nu de nieuwe leider van het land. Sharon heeft beloofd dat hij vrede probeert te sluiten met de Palestijnen. Maar niet iedereen gelooft hem. Hij wordt de baas van een verdeeld land waar twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan. De Israëliërs die wonen vooral in het roze gebied en de meeste Palestijnen in het gestreepte deel. Ook in de hoofdstad Jeruzalem wonen ze apart. De Israëliërs zijn de baas in het land en die vinden dit is ons land en wij zeggen waar jullie moeten wonen. Maar de Palestijnen zeggen nee, dit is ook ons land en jullie moeten meer rekening houden met ons. De vraag is wie meer de pest in had, de kameel of zijn onwillige bereider. Maar allebei hielden ze zich kranig in de Eritrese woestijn. Feit is dat Kok zich met frisse tegenzin op die kameel had laten hijsen. Breng je een serieus werkbezoek aan UNME, kan zomaar de indruk ontstaan dat je op safari bent in Afrika. Dit geweten had. Wat dan? Nooit aan dit vak begonnen. Het bezoek van Kok, Herfkens en de Graven vond plaats in een belangrijke week voor Ethiopië en Eritrea. Aan de onderhandelingstafel werden ze het gisteren eens over een bufferzone van 25 kilometer tussen beide landen, waar zich geen militairen mogen ophouden. UNME moet erop toezien dat ze zich aan deze afspraak houden. Het is een grote stap op weg naar duurzame vrede in de regio. En voor minister Herfkens is het reden om de verbroken ontwikkelingsrelatie op korte termijn te herstellen. We zijn al begonnen met zeggen beurzen mogen weer, hè, om naar Wageningen te gaan. Maar ik hoop dat we inderdaad volledig terug aan het werk zijn met deze landen in 2 maanden tijd. De kabinetsdelegatie bezocht in hoog tempo een aantal Nederlandse UNME-bases. De voorlopige conclusie, het werk van de vredesmacht verloopt naar wens. Tegelijkertijd, het is nog 4 maanden te gaan, dus ik steek echt pas de vlag uit als we ook allemaal weer veilig 30 juni terug zijn. Nederland draagt Afrika een warm hart toe. Dat is zelfs officieel beleid. En het is ook de reden waarom Nederland fors bijdraagt aan de vredesmacht voor Ethiopië en Eritrea. Binnenkort zal de VN ook vredesmachten willen sturen naar gevaarlijker gebieden in Afrika. Bijvoorbeeld Guinea of Congo. En dan moet blijken hoe groot de Afrikaanse liefde echt is van Nederland. Sceptici, zowel in militaire als politieke kring, vinden dat Nederland in Afrika niets te zoeken heeft. Zelfs niet in een relatief veilige missie als die van UNME. Premier Kok is dat niet met ze eens. Ik denk dat Nederland zeker ook iets te zoeken heeft in Afrika. Het is een groot en belangrijk continent met ook heel veel positieve mogelijkheden. Zou Nederland dan ook verder ambities moeten hebben in Afrika? Want conflicten te over hier nog op dit continent. Ja, zeker. Maar ik denk dat we hier onze handen nu meer dan vol hebben. We hebben hier een enorm contingent geleverd van mensen die hier ook uitstekend passen in de taken die moeten worden vervuld. Maar ik zou zeggen alles met mate. En er zijn ook andere landen die hun bijdrage evenzeer kunnen leveren. Misschien zagen veel Eritreërs voor het eerst een buitenlandse minister-president in levende lijven. Feit is dat premier Kok razend enthousiast werd ontvangen. En de liefde was wederzijds. And I give you love, friendship and solidarity from all the people of the Netherlands. Waarop Kok zich zelfs liet verleiden tot een dansje.
Deze herken je vast wel, de gulden. Ja, je moet er nog maar eventjes van genieten, want vanaf volgend jaar gaan we allemaal met de euro betalen. De vertrouwde gulden gaat dus helemaal verdwijnen. Maar het moet wel een mooi afscheid worden. En daarom wordt er nog één keer een nieuwe gemaakt. Een hele bijzondere, bedacht door een kind. Vandaag werd het winnende idee feestelijk gepresenteerd. En die winnaar is één van deze leerlingen van de basisschool Dominee Swildens in Gemert. Alle belangrijke mensen uit het dorp zijn gekomen voor de prijsuitreiking, zoals de burgemeester. Het is dan ook niet zomaar iets, het winnende ontwerp bedenken voor de allerlaatste gulden van ons land. Ik was echt helemaal verrast door dit prachtige nieuws. En de lerares? Nou, daar ben ik heel erg trots op natuurlijk. Voor de wedstrijd werden uiteindelijk 55.000 ideeën ingeleverd. Hier liggen ze allemaal op tafels. Ook voor staatssecretaris Bos van Geldzaken is de laatste gulden erg belangrijk. Hij kwam zelf naar Gemert om de winnaar bekend te maken. Tim van Melis, kom erbij. Op Tims gulden komt het hoofd van koningin Beatrix op de ene kant en de leeuw die de gulden uitzwaait komt op de andere kant. Een slim idee, zo'n typisch Nederlandse leeuw. Ik zat thuis tv te kijken en dan zei ik daar van Loekie de leeuw. En toen dacht ik van ja, het Koningshuis, daar heeft ook een leeuw en van voetballen. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik een leeuw maken. Het is echt vrolijk. Het is de leeuw van Nederland. Iedereen herkent dat. En die leeuw die staat vrolijk te zwaaien. Ja, en waarschijnlijk zwaait hij een beetje dag tegen de gulden en een beetje kommaar tegen de euro. Tim is de held van de school. Hij krijgt een computer en straks gaat iedereen met zijn munt betalen. Ja, ik vind het wel gek dat ik straks mijn eigen gulden ga betalen. Op de grond zat een klein meisje Bibi. Tegenover haar zat Minoes, ook op de grond. Naast hen stond een lichtdoos en ze hielden allebei hun hand op iets. Ze krijsten allebei. Wat is er, wat hebben jullie daar, riep Tibbe. Laat los, schreeuwde Bibi. Wat is dat dan, vroeg Tibbe weer. Juffrouw Minoes, wilt u onmiddellijk loslaten? Ik ben Sarah en ik ben 10 jaar en ik speel Bibi in de film Minoes. Sarah hoeft vandaag zelf niet te spelen, dus heeft ze alle tijd om ons te vertellen over de film Minoes. Een vrouw die was vroeger een kat geweest en die heet Minoes. En ze praat nu nog met katten en ze krabt nog en zo en ze spint. En Tibbe en Minoes en Bibi die beleven allemaal spannende avonturen en zo. De scène die vandaag opgenomen wordt speelt zich af bij een caravan. En aan één zo'n scène werken heel veel mensen mee. De andere scène om dus allemaal dingen neer te leggen en dat alle dingen op de plaats goede plaats zijn. En de regisseur is weer voor dat alle dingen wel goed gaan. En hij weet altijd wat hij wil en zo. Bij het maken van een film komt behoorlijk wat kijken. Over één stukje doe je soms wel dagen. En dat stukje moet er dan steeds hetzelfde uitzien. Anders klopt het verhaal niet meer. Maar wat doe je dan als het gesneeuwd heeft, zoals vannacht? Wegspuiten met warm water die sneeuw. En net zo lang vegen totdat het gras er weer groen uitziet. Tja, dat duurt even. De acteur die in de film Tibbe speelt is ook op de set. Sarah kan het goed met hem vinden. Hij is aardig en grappig. En hij kan goed toneel spelen. En wat zo leuk aan Sarah? Ja, het leukste is eigenlijk, we hebben één keer, want we moeten natuurlijk ook heel veel wachten en zo. En toen waren we bij in een gebouw waar ook een gymzaal was. En toen hebben we heel lang met alle touwen, hebben we alles tevoorschijn gehaald. En toen zijn we gaan duiken en touwtje klimmen en zo. En ze kan ook heel goed sporten. En we kunnen ook spelletjes en zo. Alleen ze kan heel slecht tegen de verlies. Dat is wel jammer. Nou. Minoes is Sarah's eerste speelfilm. Maar ze heeft de smaak te pakken. Ze heeft al besloten dat ze later actrice wordt. Hierbij stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Maxima voor. Met zo'n beslissing ga je niet over één nacht ijs. En zeker niet als je met zo'n beslissing iemand vraagt een groot deel van haar vrije, zelfstandige leven op te geven. Ik heb me dan ook vele malen afgevraagd of ik haar dit aan kan doen. En telkenmale kom ik tot de conclusie
dat dit 100% het geval was. Juist omdat Maxima in haar zelfstandigheid is uitgegroeid tot een persoonlijkheid met het juiste en sterke karakter om aan mijn zijde een uitermate belangrijke rol te vervullen. Maar u kent mij al bijna 34 jaar en ik kan me voorstellen dat u te trappelen om mijn lieve Maxima beter te leren kennen. En daarom geef ik haar nu vol trots het woord. Dank u wel, lieve Alexander. Natuurlijk ben ik heel zenuwachtig, dus ik vraag voor begrip voor mijn heel mogelijk fouten. Maar ik zal proberen om mijn best te doen. Ik ben zo blij om met jou eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. Maar ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Dit is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Gelukkig hebben we nu al meer dan 15 jaar een democratische regering. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is en altijd en zal altijd blijven de integer en toegewijde vader die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij mij, dat voel ik. Ik hou veel van hem. Mijn hele familie staat onvoorwaardelijk achter mij. Maar zij begrepen ook de gevoelens die rond dit onderwerp leven. Daarom is mijn vader bereid om niet aanwezig te zijn bij ons huwelijk. Hoe pijnlijk dit ook is voor mijn hele familie. Mijn familie steunt Alexander en mij om deze grote stap te nemen. Ze doen het omdat ze weten hoeveel Alexander en ik van elkaar houden en hoeveel wij in elkaar geloven. Ik ben daarvoor heel dankbaar. Ik ben heel gelukkig Alexander te hebben gevonden, omdat hij het best in mij opbrengt. Hij is intelligent, liefdevol, krachtig en met beide benen op de grond. Met Alexander heb ik iets zo speciaal. Daarom ben ik heel blij om dit vandaag met u te delen. In Amsterdam zijn even na middernacht de eerste vier homoparen officieel getrouwd. Die openstelling van het burgerlijk huwelijk werd op deze 1 april van kracht. Uniek in de wereld en dus stortte vooral ook de buitenlandse pers zich massaal op de bruidsparen. Ja, het was chaotisch, veel duwen en trekken. Maar luister eens, we zijn toch in Amsterdam, dat hoort er toch alsjeblieft een beetje bij. Al dus een lachende burgemeester Cohen na afloop van het hele circus. Hij was tevreden. Het was tenslotte ook een beetje zijn feestje. Want het was Cohen die als staatssecretaris de openstelling van het huwelijk voor homo's door het parlement loodste. En nu, als burgemeester van Amsterdam, de eerste huwelijken mocht sluiten. Ik vind dat inderdaad leuk, maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat het belangrijk is voor homo-emancipatie. Waar het belangrijk voor is voor gelijkberechtiging. En als we daar een stapje verder hebben kunnen helpen, nou, dan ben ik heel tevreden. Wel nu. Cohen vond het leuk. Zelfs zo leuk dat hij al voor 12, ietsjes te vroeg dus, aan de huwelijksvoltrekking wilde beginnen. En nu ben ik wel zo ver dat ik over zou willen gaan tot de formele plechtigheid. Maar ik denk dat we daar nog even mee moeten wachten. Maar een paar minuten later werden de drie mannenparen en het vrouwenpaar dan toch door het huwelijk aan elkaar verbonden.
nog een zoen. Taart en roze champagne, beide van het huis, maakten het feestje compleet. Nou, jullie moeten de kamertjes erin uitsnijden. Nadat de veeboeren gisteravond te horen hadden gekregen dat ze vandaag geruimd zouden worden, werden vanaf vanmorgen vroeg alle toegangswegen naar het dorp geblokkeerd om medewerkers van de RVV tegen te houden. De inwoners van Kootwijkerbroek hebben de RVV de oorlog verklaard. Sommige vrachtauto's die het geruimde vee moeten afvoeren, werden niet alleen tegengehouden, maar zelfs van de weg gereden. Hier wordt een aanhanger met een ontsmettingscabine ontkoppeld en in de sloot geduwd. Het zijn overigens niet de veehouders zelf die de wegen blokkeren. Die zijn te bang dat ze hun schadevergoeding voor het geruimd vee op het spel zetten als ze ruimingen tegenhouden. En dus blokkeren solidaire bewoners van het dorp namens de boeren de wegen. Iedereen, niet de veehouders. De veehouders kunnen dat niet doen. Als de veehouders dat doen, worden ze meteen gekort. Dat klopt niet. Wij horen voor elkaar op te komen. De boeren geloven niet dat er MKZ is uitgebroken in het dorp en vinden het ruimen van gezond vee voorbarig. Het probleem is die dat de boeren medewerking willen verlenen op het moment dat het RVV of meneer Brinkhorst kan aantonen dat er MKZ is. En dat kunnen ze schijnbaar niet, want er is niks makkelijker om een blokkade op te heffen als op die manier. Larikoek. We hebben de mensen van het laboratorium in Lelystad hebben wij in Kootwijkerbroek gehad. Die hebben in de zaal met de agrariërs uitgelegd hoe het ervoor stond. Er wordt door veeartsen bevestigd dat de klinische verschijnselen van mond- en klauwzeer waren. Ja, dan zijn er mensen die het niet geloven, maar daar kunnen wij niet tegenop. De landbouworganisatie GLTO vindt ook dat er geruimd moet worden. De boeren binnen hun eigen achterban snijden zichzelf in de vingers door het ruimen tegen te houden. Er zit een maand ongeveer tussen het ruimen, het laatste dier wat dan geruimd is, en weer het herbevolken van het gebied eromheen en Kootwijkerbroek zelf. Dus dat is informatie die ik heb. En dat betekent dat nu elke vertraging ook betekent dat het hele gebied langer op slot blijft. Vandaag en morgen zal er zeker niet meer geruimd worden. Toch staan de ruimingsploegen van de RVV nog steeds vast en mogen ze van de actievoerders niet weg. We willen naar huis al vanaf rond de middag, maar we kunnen er niet uit. We kunnen niet vooruit, maar we kunnen niet achteruit. De mobiele eenheid wordt aan de rand van Kootwijkerbroek paraat gehouden om in te grijpen, mocht geweld nodig zijn om de blokkades te breken. En zo werd de sfeer toch nog grimmig in Kootwijkerbroek. Na een dag van blokkades probeerde de mobiele eenheid aan het begin van de avond een doorgang te forceren voor de vastgezette ruimingsteams van de RVV. In eerste instantie had de politie met de actievoerders afgesproken dat ze hun blokkade zouden opheffen. Toen dat niet gebeurde en sommige voertuigen dreigend op de politie afkwamen, probeerde een arrestatieteam de chauffeur van de voorste shuffle uit zijn cabine te trekken. Later werd de man gearresteerd. Na de arrestatie dreigde de situatie even te escaleren. Wie wou het nou vriendelijk houden hier? Wij, iedereen. Maar wie begon met slaan? Die pethoven daarop. Waar slaat het nou op? Wij wou het vriendelijk houden hier ook. Tientallen jongeren hinderden de oprukkende mobiele eenheid door massaal op straat te gaan zitten. Er waren toch een aantal mensen die een afspraak hielden. Er waren duidelijke afspraken gemaakt met de organisatie hier. U zag een aantal jongelui, een groot aantal jongelui, die hier mee de blokkade moeten opheffen. Bovendien waren er een aantal tractoren en chauffeurs hier die toch weer blokkeerden. En helaas hebben we eenmaal moeten aanhouden die de zaak echt escaleerde en bijna op de politie inreed. De plaatselijke dominee probeerde in de loop van de avond te bemiddelen tussen actievoerders en politie. Ja, ik wil graag bemiddelen dat de ME vertrekt. Ik denk dat er een andere weg is om dit volk tot rust te brengen. Ieder zijn eigen staking. Na de staking van FNV-bondgenoten vorige week is het nu de beurt aan de VVMC, de grootste bond van machinisten en conducteurs. Waarom? Dat valt ook door die bond niet meer uit te leggen. We gaan dus morgen actie voeren. En wat kunt u daarmee bereiken? Wat ik daarmee kan bereiken? De VVMC heeft 2 keer een actie afgeblazen. We hebben 2 keer licht in de tunnel gezien. En nou de derde keer komen wij ontzettend bedrogen uit. Deze directie wil geen stap meer doen.
En dan rest ons niks anders dan actie te voeren. Het draait dus om het nieuwe dienstrooster, met daarin dat rondje om de kerk. Er zou meer variatie komen voor de machinisten en conducteurs. En de ondernemingsraad zou daarvoor een alternatief plan mogen opstellen. Kennelijk is het zo dat dat nog steeds niet genoeg is. Dat is ontzettend spijtig. Kennelijk is het zo dat vakbonden en ondernemingsraden terug willen naar af, opnieuw willen beginnen. En dat kan natuurlijk niet. De ruzie over de dienstroosters is ondertussen het meest bizarre arbeidsconflict van de afgelopen jaren. En niemand weet hoe het verder moet. Het is een heel weerbarstig onderwerp geworden. Misschien wel het meest weerbarstige onderwerp in welk bedrijf in Nederland dan ook. Maar uiteindelijk moet je het toch een keer gaan oplossen. Kijk, wat gebeurt er als je er arbitrage op loslaat? Een derde mag het uitzoeken. Je krijgt gewoon echt het effect binnen dit bedrijf dat partijen zich er niet bij neer gaan leggen. En het probleem bij NS ligt gewoon in de arbeidsverhoudingen. De FNV en CNV willen nog verder praten. Maar de vraag is of dat na 2 jaar intensief onderhandelen nog zin heeft. En of deze bondsbestuurders en directie nog bij machten zijn om dit conflict op te lossen. Vindt u dat u zelf nog verder kan? Nou ja, het lijkt me geen prettige opgave voor een collega om dit dossier op zich te nemen. Dus ik ga gewoon verder. Ik ben niet van plan om op te stappen. Ik zie geen reden in waarom wij niet terug zouden kunnen. De vakbonden FNV en CNV doen morgen niet mee aan de staking. Maar er zullen weinig treinen rijden. Het leek wel een staking in het kwadraat. Zo stil stonden de rijtuigen en zo groot was de chaos in en rond Amsterdam Centraal. Om 1 uur werd het treinverkeer van en naar het station volledig stilgelegd. Alle arriverende reizigers moesten daarna uitstappen bij de omliggende stations en vanaf daar per bus naar het stadscentrum rijden. De ritten vanuit Utrecht werden helemaal geannuleerd. Juist uit die richting werden de meeste reizigers verwacht. Het is jammer, we kijken er een jaar naar uit en dan heb je dit. Ja, ja. Valt tegen. Maar ze zijn echt koninginnedag mensen, maar... Ja. Aanvankelijk meldde de NS dat de chaos werd veroorzaakt door onverwacht grote drukte in Amsterdam, waardoor het centraal station daar domweg vol was. Later noemde een woordvoerder toch een andere reden. Het had niet zozeer met de drukte te maken. Het was meer eigenlijk het feit dat er aan de noodremmen werd getrokken en die mensen door het spoor gingen lopen. En dan krijg je dat je treinverkeer moet gaan stilleggen uit veiligheidsoverwegingen. Ja, en dan kunt u zich voorstellen, dan heb je al heel snel een heleboel mensen die ophopen op een bepaalde plek. Bijvoorbeeld het Amsterdam Centraal Station. Maar volgens veel gestrande reizigers gingen er pas mensen over het spoor lopen nadat het treinverkeer was stilgelegd en Amsterdam Centraal onbereikbaar was geworden. De NS zou de dag verkeerd gepland hebben. Zo langzamerhand beginnen we te begrijpen wat er bij de spoorwegen nog meer mis is dan alleen dat rondje om de kerk. Om 4:15 kwam het treinverkeer weer langzaam op gang. Maar het kan nog uren duren voor er weer volgens schema gereden wordt. De oudste vrouw van Nederland is vandaag op de thee geweest bij koningin Beatrix. De 110-jarige mevrouw van Andel woont in Hogeveen. De koningin zou haar op Koninginnedag de hand schudden, maar het bezoek aan Hogeveen en Meppel werd een jaar uitgesteld in verband met mond- en klauwzeer. Mevrouw van Andel reageerde teleurgesteld, omdat het gezien haar hoge leeftijd twijfelachtig is of ze het bezoek van Beatrix volgend jaar nog kan meemaken, is ze alsnog door de vorstin ontvangen. Zijn woorden heeft hij teruggenomen, maar zijn ideeën waarschijnlijk niet bijgesteld. Imam Khalil El-Mumni bezocht vandaag met een aantal andere moslimleiders minister Van Boksel van Integratiebeleid. De bewindsman wilde in een gesprek duidelijk maken welke normen en waarden in Nederland van toepassing zijn. Aanleiding waren kwetsende uitspraken van El-Mumni en andere imams over homoseksualiteit. De imams hebben Van Boksel toegezegd dat ze zich aan de regels zullen houden. Met de toevoeging dat ze de letter van de Koran niet kunnen en niet willen veranderen. Overigens werd vastgesteld dat de Nederlandse imamopleiding zeker noodzakelijk is, maar, aldus Van Boksel, van financiering door de overheid kan geen sprake zijn. Hij werd in zijn gezicht gespuugd. De omstreden imam El-Mumni vanmiddag bij aankomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Blijkbaar wil niet iedereen zijn ongenoegen tegen de imam uiten via een dialoog. Zoals minister Van Boksel wel deed. Hij probeerde El-Mumni en vertegenwoordigers van verschillende islamitische organisaties duidelijk te maken dat de Nederlandse samenleving niet gediend is van discriminerende opmerkingen over homo's.
De imam bood eerder zijn excuus aan voor de opmerking dat homoseksualiteit een schadelijke ziekte is die moet worden bestreden. En op de bijeenkomst vandaag herhaalde hij dat het nooit zijn bedoeling was geweest iemand te kwetsen. Maar na afloop van het gesprek wilde hij weinig anders kwijt dan dat zijn gedachten over homoseksualiteit niet zijn veranderd. Volgens Van Bokstel was het een pittig gesprek waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt. Zij hebben allemaal afstand genomen van zeg maar, dat beeld wat is ontstaan. Ook van de uitspraken zoals gedaan. Ja, nogmaals, daar moet ik ze op vertrouwen. Zullen ze ook in de moskeeën niet meer dit soort dingen zeggen? Nee, wat in de moskeeën gezegd wordt, gaat de overheid niet over. Ik ga ook niet over een preek in de kerk. En dus ook niet over wat een imam in een moskee zegt. Het gaat er mij om, wanneer uit je publiek voor een groot forum schaadt dat de integratie. Kom je dan in een situatie dat je mensen kwetst, beledigt, eventueel discrimineert. Dat kan niet in dit land. We hebben als organisatie ook duidelijk uitgesproken dat we inderdaad de grondwet als basis nemen. Er staat boven alles. Dat is ook door verschillende organisaties ook naar voren gebracht. Dat niemand boven de wet staat. De moslimorganisaties denken dat veel misverstanden kunnen worden voorkomen door de oprichting van een Nederlandse imamopleiding. Maar Van Bokstel wil daaraan niet meebetalen. Een imamopleiding wordt niet door de overheid opgericht of gefinancierd. Dat moet uit een geloofsgemeenschap zelf komen. Als het dan gaat om eventueel flankerend steun in gesprekken of noem maar op, daar is hier nooit een deur voor dicht. Maar steun zoals u hem net bedoelde, nee, dat doet de overheid niet in Nederland. Het is een van de mooiste voortbewegingen uit de Nederlandse literatuur, volgens de kenners. De zwembadpas. Vanaf 1908 beweegt Theo Thijssen's romanfiguur Kees de Jonge zich voort, zwaaiend met de armen, het lichaam voorovergebogen. In een poging de bij liefhebbers wereldberoemde papieren pas tot leven te wekken, werden vanmiddag in Amsterdam voor het eerst de kampioenschappen zwembadpas gehouden. Voor Kees was de zwembadpas een geluk in het leven. Als hij soms een verre boodschap moest en als een onbeduidende jongen langs de gracht sukkelde, dan begon hij ineens aan de zwembadpas. En waarachtig, hij zag zich nagekeken door menigeen. Kees is zo bijzonder omdat hij, en tegelijkertijd ook weer zo onbijzonder, omdat hij zo dolgraag zelf bijzonder wil zijn. De zwembadpas is dus eigenlijk een symbool. Dat is dat gevoel van ik heb toch iets aparts. Als je eens goed opschieten wou, moest je voorover gaan lopen, net of je telkens viel, en dan maar met je armen zwaaien. Heen en weer, heen en weer. Ja, ik ben van de diagonaalsectie. Ik denk dat de armen voor de borst langs moeten. Dus omdat je met je armen zo moet. Hoe zou u het vinden, uw grootvader? Ik denk dat hij een geweldige dag zou hebben. Ik denk dat hij zo, nou, die echt ons, nou, bijna in zijn broek doet van het lachen, eerlijk gezegd. Kijk, die jongen toch. En mochten zich afvragen waarom vandaag de allereerste zwembadpasdag werd georganiseerd, Theo Thijssen zou bij leven zijn 122ste verjaardag vieren. Dat heugelijke feit wilden de fans niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Eilanders zijn een apart slag volk, nauwelijks te omschrijven. Dat eilandgevoel is precies wat het is, een sterk gevoel. De eilander die koestert zijn vrijheid, maar is gevangene van de zee. Dat is het uitgangspunt. Die contradictie, die tegenstelling, die merk je ook in heel veel dingen. Dat zie je bij de eilanders, zie je een heleboel van die tegenstellingen terugkomen. Bijvoorbeeld net zo dat hij een haat-liefde verhouding heeft met het toerist. Hij vindt het verschrikkelijk, al die vreemde mensen en al die vreemden hier op het eiland. Maar tegelijkertijd is hij er ook heel erg afhankelijk van. En vreemden genoeg ter Schelling de komende dagen. Ze stromen van de veerboot. Ze huren massaal een fiets en wachten geduldig uren in de rij voor de kassa. Al 20 jaar laten ze zich verrassen door dat ene idee van Joop Mulder van 20 jaar geleden. 20 jaar Oerol, dat is reden voor een overzichtsboek met alle hoogte- en dieptepunten van het eigenwijze kleurrijke festival. En als symbool van het eilandgevoel was Jan Wolkers dit keer de hoofdgast. Maar als je thuis komt, zoals jij die in zo'n verdorven straat woont,
dan ben je op je eiland thuis. Hè? En dan mag je vrouw nog zo chagrijnig zijn, dan heb je hem weer en zo. Je bent toch thuis, je bent op je eiland. Er zijn ontelbare voorstellingen, de hele dag door. Van spectaculaire, zoals deze in een coaster in de haven, tot betoverend kleine. Achter iedere zandkorrel een verrassing, zou Joop Mulder zeggen. En volgende week zijn al die vreemden weer weg en is Terschelling gewoon weer van de eilanders. Carla Del Ponte, de hoofdaanklager van het tribunaal, liet vandaag al weten dat de aanklacht niet alleen misdaden begaan in Kosovo zal betreffen, maar ook in Bosnië en Kroatië. In Servië heeft de uitlevering van Milosevic onmiddellijk geleid tot een politieke crisis. De oud-president werd toch nog onverwacht uit de gevangenis in Belgrado gehaald en via een geheime route naar Scheveningen vervoerd. Bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is verslaggever Wouter Körpershoek. Wouter, Milosevic is direct na aankomst medisch gekeurd, want men wilde geen enkel risico lopen, ook al omdat er geruchten zijn over depressiviteit. Daar is niets van gebleken? Nee, de artsen van het tribunaal hebben hem onderzocht en daar is in dit stadium helemaal niets van gebleken. Ze hebben hem gezond verklaard, zeker gezien de omstandigheden. Het is natuurlijk erg indrukwekkend geweest voor hem wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd. Dus wat dat betreft geen zorgen. Hij is ondergebracht op een speciale afdeling binnen die strafgevangenis. Hij is gescheiden ondergebracht van de andere gevangenen. Is voorlopig ook niet in staat om daar contacten mee te onderhouden. Er zijn een aantal aardige details overigens naar buiten gekomen over wat hij precies heeft gezegd toen hij in Belgrado te horen kreeg dat hij onmiddellijk zou worden vervoerd naar Den Haag. Hij stond op volgens een politiebron in Belgrado en zei nu al. En dat werd bevestigd en hij begon vervolgens rustig zijn kleren te pakken. Toen hij vervolgens in Tuzla in Noord-Bosnië werd geconfronteerd met de eerste vertegenwoordiger van het Joegoslavië-tribunaal, was het enige dat hij zei, ik erken uw rechtbank niet. En vervolgens heeft hij de rest van de reis niet meer gesproken. Ik ben echt erg dankbaar voor zoiets. Hè? En het betekent ook dat je 10 keer zoveel verkocht wordt natuurlijk. Omdat de mensen die geloven dat, weet je wel. Als ze zeggen Gerard Reven is een heilige, dan kopen 10.000 katholieken mijn boeken. Ja. Niet dat ze die boeken begrijpen, maar ze staan er toch heel keurig in de planken. Aan de prijs is ook een som geld verbonden, dat weet u waarschijnlijk. 16.000 euro. Heeft u een idee hoeveel geld dat is eigenlijk? Nou, euro is minder dan gulden, geloof ik. Hè? Nee, andersom. 80 cent, hè? Nee. 220 is het. Maar het is toch oplichterij? Euro? Geld dat euro heet, wie koopt nou euro? Ik kan net zo goed te plegen zitten. Euro, ja. Weet u al wat hij met het geld gaat doen? He? Wat gaat hij met het geld doen? Weet u dat al? Nou, de armen geven natuurlijk, maar niet te veel. De prijs wordt u nu uitgereikt door de Belgische koning Albert, niet door de Nederlandse koningin Beatrix. Nee, maar het is een wisseling natuurlijk. En ik vind het wel gunstig natuurlijk. Hè? Waarom? Nou, omdat het eerbied voor België. Hey, ik ben in België gaan wonen. En het was in België veel beter dan in Nederland. Veel makkelijker om te leren. En ja. En als er een schrijver of een dichter ergens woonde, dan vonden de Belgen altijd een belangrijke persoon. U wordt als schrijver beter behandeld in België dan in Nederland? Nou, meer met rust laten, zou ik zeggen. Ja. En u schrijft nog steeds? U bent nog aan het boek bezig op dit moment? Ik ga eraan beginnen. Ja. Op weg naar dit of dat, weet ik veel. Waar gaat het boek over, denk u? Over het leven en den dood. Het was al eerder aangekondigd door zijn vriend Bart Chabot. En vandaag deed Herman Brood het ook. Aan het begin van de middag klom hij op het dak van het Hilton Hotel en sprong eraf. Daarmee maakte hij op 54-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Op zijn lichaam zou een briefje van Brood zijn aangetroffen. Met de tekst, ik heb er geen zin meer in. Maak er een mooi feest van. Misschien zie ik jullie nog eens. De politie heeft de vondst van het briefje niet bevestigd. Maar het zou typisch Brood zijn. Zo'n laatste groet aan familie en vrienden.
Het lichaam van de zangerkunstenaar is rond 3:30 vanmiddag overgebracht naar het mortuarium. Een klein aantal journalisten en omstanders hebben zich inmiddels bij het hotel verzameld. Ja, het past misschien wel bij het Herman Brood plaatje van spektakel, maar ik vind het toch best drastisch. Vooral voor zijn familie. Dat vind ik minder om het op die wijze te doen. Ik loop net mond uit te laten en ik krijg op mijn mobieltje net een sms'je van een vriend van me die op Reuters zit te kijken. Continu nieuws krijgt en dat is net gebeurd, schijnt. Dus ik loop eigenlijk toevallig voorbij, maar het is niet zo leuk natuurlijk. Wat vindt u van de wijze waarop? Ja, ik denk dat je dat aan ieder persoon zelf over moet laten. Hij heeft deze beslissing genomen en ik denk dat je die dan moet accepteren. De manager van Herman Brood wacht nog steeds op een officieel bericht van diens dood en wil nog niet reageren. De politie is nog steeds bezig met het inlichten van familieleden van Herman Brood. De protesten in Genua zijn verspreid over de hele stad. Vanaf het festivalterrein aan zee vertrekt één groep voor een vrolijke en in principe vreedzame demonstratie. Maar verder dan 500 meter komen deze demonstranten niet. Uit een zijstraat doemt een heel andere groep op. Autonomen met stokken en molotovcocktails. Binnen het zicht van de ME die om de hoek staat, richten ze vernielingen aan. Veel gewone demonstranten voelen zich niet op hun gemak. Wel, wij zoeken eigenlijk de vakbondsbetoging. Het probleem is dat de grens tussen Oost en West van Genua afgesloten is en we onmogelijk nog naar de westkant geraken. We zullen het toch proberen. Maar de enige weg is voorlopig de terugweg. De autonomen nemen de straat over. Na 10 minuten rukt de ME op. De autonomen trekken zich terug en gaan om de hoek de volgende confrontatie aan. Zo wordt er door de hele stad een gewelddadig kat-en-muisspel gespeeld. Maar er wordt ook vreedzaam gedemonstreerd in Genua door duizenden anderen. De internationale socialisten willen wel door de barricades de verboden zone van de stad in. Nou kijk, als wij niet in die rode zone komen, dan zal Bush of Berlusconi, die naar mijn idee hele foute beslissingen nemen, niks van ons merken. En wij willen juist dat hun onze stem horen als gewone burger. Dus we moeten die rode zone wel in. Maar hier gaat dat wel op een heel andere manier. De demonstranten lopen rustig vooruit en de politie achteruit. Af en toe probeert er een groepje langs te komen, maar er vallen geen klappen. Eenmaal bij de barricade blijft het bij het roepen van leuzen. Een paar minuten staan de partijen tegenover elkaar. Dan trekken de demonstranten zich terug om door te lopen naar een volgende afzetting. Wat hem in Den Haag vorig jaar niet lukte, kreeg Pronk in Bonn wel voor elkaar. Na 4 jaar onderhandelen kan het Kyoto-protocol met maatregelen tegen klimaatverandering dan eindelijk door de landen worden bekrachtigd en uitgevoerd. Zijn overredingskracht leverde Pronk een heel warm applaus op. Na een afmattende laatste onderhandelingsnacht hadden nog maar weinig congresgangers hoop op een concreet resultaat. Alleen de voorzitter was niet pessimistisch te krijgen. Japan bleef de grootste dwarsligger. Maar die delegatie viel geen afspraken te maken over naleving van het klimaatverdrag. Maar om 10:00 vanmorgen was er dan toch witte rook. Een laatste telefoontje met de Japanse premier Koizumi gaf de doorslag. I think all the countries cooperated and made compromises. And that I think were the factors that brought about the agreement, which is so important to us. Pronk heeft de twijfelaars op het laatste moment haast over de onderhandelingstafel heen moeten trekken. Om het akkoord mogelijk te maken, moest hij zelf ook flink incasseren. Zo moet hij toestaan dat Japan en Canada de uitstoot van broeikasgassen veel minder hoeven te beperken dan die wilden. En pijn doet ook dat de grootste vervuiler ter wereld nog steeds de dans ontspringt. Want bijna de hele wereld doet mee, behalve de Verenigde Staten. There is one that said that the Kyoto Protocol was flawed. Do you have the impression that the Kyoto Protocol is flawed? I don't have this impression. And one country not playing the game is one too much.
Ook is het niet gelukt de zekerheid te krijgen dat wanpresteerders die de milieuafspraken niet willen nakomen, daar ook wettelijk op kunnen worden aangesproken. Nee, maar er zijn meer milieuprotocollen waar dat voor geldt. Het verdrag wat het ozongat moet dichten, daar zitten helemaal geen straffen of handhavingsregimes in. En iedereen houdt zich er toch aan. Dus. Vrees niet dat het nu te vrijblijvend is? Nee, ik vrees niet dat het te vrijblijvend is. Als we het nu hadden kunnen doen, was het mooi geweest. Maar er is een politiek akkoord om dat besluit wel te gaan nemen. En de milieubeweging, die stelt zich tevreden op. Want als je kunt kiezen tussen een minder volledig akkoord of geen akkoord, dan is de keuze snel gemaakt. Ya jangkrik kalau saya ini ya itu binatang yang sangat sensitif ya. Dia harus diperlakukan secara baik karena menurut cerita pendahulu-pendahulu saya itu jangkrik ada misterinya. Pak Willy werd 3 jaar geleden ontslagen bij de bank waar hij werkte. Sindsdien houdt hij zich bezig met krekelgevechten. Hij is vooral druk met het trainen van de beesten. Want voordat ze op zondagochtend de ring ingaan, volgen ze een strikt trainingsprogramma van precies 12 dagen. Kalau nggak digantur, jangkrik belum digantur, dia akan liar, akan terbang. Seperti habitatnya lagi. Jadi nggak bisa diadu. Ntar diadu dia terbang. Jadi fungsi pertama untuk gantur ini ya, satu supaya dia nggak liar ya. Kedua untuk kesehatan badannya, ini juga untuk menambah tenaga. Als de krekels 12 uur aan hun vleugels hebben gehangen, worden ze in bad gedaan, waar ze 4 uur in blijven. Dan worden ze in een buisje gestopt en krijgen ze te eten en vooral te drinken. Ini bikin sendiri, karena prinsipnya ini adalah rahasia. Jadi masing-masing ini istilahnya ini kuncinya. Kenapa pakai XO konyak? Konyak karena berdasarkan cerita-cerita, jadi yang senior saya itu mereka sudah coba bahan dasarnya dari whisky, dari arak putih, ternyata hasilnya nggak maksimal, kalah sama XO. Dit proces van hangen, wassen en voeren wordt in 12 dagen 3 keer herhaald. Een strak schema waar niet van afgeweken wordt. Ook al begrijpt Pa Willy niet meer precies waarom zijn voorouders het zo hebben bedacht. Hij weet alleen dat het zo moet. Kalau kita mau adu jangkrik ya, ya jangkriknya harus dilatih. Itu ya harus gitu. Kalau nggak dilatih ya jangkriknya nggak bisa berantem. Kapan? Kalau obat sama Awing. Wah, gua pengen galak tuh. Ini manggis 3 ini. Jalan lo. Ini ke sini. Nggak berani kok ini mau cari. Pertamanya mungkin untuk menghilangkan stres ya. Setelah nanti dikaji lagi, di ini lagi, mungkin nanti menjadi suatu bisnis mereka. Met gokken en het verkopen van getrainde krekels verdient Pa Willy soms zo'n 100 gulden per week. Een krekel die verslagen is, wordt na het gevecht gewoon weer vrijgelaten. 50 feestvierders in het ziekenhuis. Tientallen jongeren levensgevaarlijk op de snelweg. 700 dancers voor wie de hot megaparty wat al te cool eindigde onder best wel trendy ogende isolerende folie. Dance Valley is afgelopen nacht door het oog van de naald gekropen. Aanvankelijk liep het gesmeerd. Honderden bezoekers realiseerden zich dat er gistermiddag bij aankomst ook al vervoersproblemen waren en vertrokken daarom vroeg. Maar toen de organisatie via sms en lichtkranten ook nog eens een oproep deed om bij tijd te vertrekken, zwol de gestage stroom aan tot een vloedgolf. Omdat het 's middags dus al lang duurde voordat iedereen er was. En hadden ze die angst van als ik 's avonds maar wegkom. En dan hoeft er maar dit te gebeuren, breekt er weer paniek uit. En dan gaan mensen dus weer naar die bussen toe. En willen ze snel mogelijk trekken die bussen open en klampen die bussen aan. De 130 pendelbussen kwamen vast te zitten in de mensenmassa. En dat probleem werd nog eens verergerd doordat taxis, ondanks verzoeken om de bussen vrij baan te geven, de verkeersdoorstroom toch hinderden. Tienduizenden jongeren moesten daardoor urenlang op het terrein blijven wachten. Heen was het al een zooitje, terug is het een nog grotere zooi. Ik vind het echt kut, hele kut dancing. Ik probeer nu al 1,5 uur ongeveer van het terrein af te komen en het lukt gewoon niet. Uiteindelijk verloor de menigte het geduld en klom over de hekken. Maar eenmaal buiten bleek dat intussen ongeveer 100 buschauffeurs er de brui aan hadden gegeven.
Wat ik tot nu toe gehoord heb, we hebben nog niet met de vervoerder gepraat. Waren er chauffeurs die afhaakten als gevolg van vernielingen. Die zijn dus met hun bus weggereden. En er waren chauffeurs die zeiden, we hebben morgenochtend een andere klus. We hebben ook rekening te houden met de rijtijdenwet. Maar het zal zeker in de evaluatie een zeer prominente rol gaan spelen. Hoe kan het dat een vervoerder zijn afspraken niet nakomt? Dat het is een van de grote schakels geweest die gebroken is. En toen begon het ook nog te plensen. Met honderden tegelijk liepen de luchtig geklede feestgangers te verkleumen langs het terrein, terwijl tientallen anderen probeerden via de snelweg lopend of liftend Amsterdam te bereiken. Politie en medische diensten reageerden laat, maar wel heel adequaat. De onderkoelde gedupeerden werden opgevangen in ziekenhuizen en brandweerkazernes. Zij ik nat koud, zij te wachten hier en schiet niet op jou. Verwarmd door folie en plastic wachten de jongeren tot er wel vervoer was geregeld. Net geen ramp, maar de burgemeester beraadt zich op de toekomst. Gaan we hiermee door? En zo ja, in welke vorm gaan we hiermee door? Kunnen wij wel zoveel mensen aan, zal dan de vraag zijn. En is de plek wel goed? Intussen is iedereen tamelijk gezond en wel huiswaarts gekeerd. En die vrolijke folie mogen ze houden voor het volgende feest. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent. Een golf van vernietiging met mogelijk duizenden doden of misschien nog meer. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort daarop storten beide gebouwen in. Het Pentagon in Washington, het zwaar bewaakte ministerie van Defensie nota bene, werd getroffen door een derde vliegtuig en is ook gedeeltelijk ingestort. America under attack, volgens CNN. Van in ieder geval een kundig georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. In de hoofdstad van Amerika, dat is Washington, daar zit onze correspondent Charles Groenhuizen. En ik vroeg hem voor de uitzending hoe de situatie bij hem is. Nou, je kunt het voor een deel kun je het zien. Ik sta op het dak niet zo ver van het Witte Huis af. En als je die kant op kijkt, misschien kan de cameraman me enigszins volgen. Daar zie je het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daar hangt een grote rookpluim boven, omdat het een van de gebouwen is waar dus ook een aanslag op is gepleegd. Dat er eenvoudig een vliegtuig is binnengevlogen. Het Pentagon is het allergrootste kantoorgebouw ter wereld. Het ziet er niet hoog uit. Het is geloof ik 6 of 7 verdiepingen hoog. Maar het is een kolossaal complex. En het is het ministerie van Defensie, dus het hart van de Amerikaanse macht. Dus terroristische groepen die het niet goed op hebben met Amerika. Of sterker gezegd, die Amerika haten, om wat voor reden ook. Een van de eerste doelwitten die ze zouden willen raken is dat Pentagon, het ministerie van Defensie. Ik kan me voorstellen dat de paniek, dat zei je zelf al, de paniek erg groot is in de Verenigde Staten. Wat heb jij zelf gemerkt van de aanslagen? Wat ik er zelf van gemerkt heb is dat ik toen de eerste berichten over de aanslag kwamen in New York, dat wij proberen naar New York te komen met het vliegtuig om daar vandaan verslag te kunnen doen. 5 minuten voordat ons vliegtuig vertrok werden alle vluchten vanuit Washington, maar ook alle vluchten in het hele land zijn intussen aan de grond gehouden, die zijn gecanceld. Toen wij terugreden kwamen we vlak langs het Pentagon, wat je hier achter mij ziet, op weg naar ons kantoor. Op dat moment vond daar die aanslag plaats en we zagen ineens gigantische rookwolk ontstaan op een paar honderd meter van onze auto. Hier in Washington zelf, en we zitten hier, nou, je ziet het vlak bij het Pentagon, het Witte Huis zit hier ook vlak achter mij, is het machtscentrum van deze stad. En iedereen probeert nu weg te komen. Kantoren lopen leeg, musea zijn op slot, scholen zijn allemaal naar huis gestuurd. Er is wat dat betreft zeer, zeer grote ongerustheid, met name reusachtige angst van wat er verder nog kan gebeuren. Eén gegeven daarbij, normaal gesproken hebben luchtverkeersleiders, de mensen die de vliegtuigen in de lucht via de radar en zo in de gaten houden, er zijn een aantal vliegtuigen gewoon zoek. En als je dan even in herinnering roept wat er vanochtend gebeurde, dat een aantal vliegtuigen, dus bijvoorbeeld dat World Trade Center, zijn binnengevlogen omdat ze zich onttrokken aan die verkeersleiding die normaal zegt van waar ze naartoe moeten gaan, dat is een buitengewoon enge en bedreigende situatie. Dus niemand weet wat ons in de komende uren nog te wachten staat. Misschien valt het mee, maar naar wat we vanochtend hebben gezien is de angst groot. Minister-president Kok heeft rond 19:30 na het kabinetsberaad gereageerd op de aanslagen. In zijn woorden klinkt vooral de hoop door dat Amerikanen beheerst zullen reageren. Het is onbeschrijfelijk. Het is onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Aan vernietiging van mensenleven. En het is onbeschrijfelijk wat er nu moet gebeuren om de mensen die hierdoor zijn getroffen, vaak het leven hebben verloren, terzijde te staan. De reactie op deze gebeurtenissen is eigenlijk een tweeledige. Betrokkenheid, sympathie,
solidariteit met het Amerikaanse volk, met de slachtoffers, hun nabestaanden. We hebben dat tot uitdrukking gebracht in telegrammen natuurlijk ook aan de president van de Verenigde Staten. En tegelijkertijd is er ook die vurige wens dat we juist nu, wij hier, maar ook het Amerikaanse volk, kans zal zien om in waardigheid op deze vernedering te reageren. Amerika is in het hart getroffen. Economisch, financieel, maar vooral ook politiek, militair en menselijk. En daarop te reageren op een wijze die recht doet aan de gevoelens van vernedering, maar tegelijkertijd ook recht doet aan de waarden die wij gezamenlijk in onze democratie vertegenwoordigen. Dat is de grote opgave. En dat is gemakkelijk gezegd van ver weg. Als ik Amerikaan was, zou ik het daar heel moeilijk mee hebben. En ik als Nederlander heb het er ook heel moeilijk mee. Amerikaanse en Britse strijdkrachten zijn vanavond om 6:15 de aanval begonnen op Osama bin Laden en het Taliban-regime in Afghanistan. Onontkoombaar volgens president Bush nu de Taliban weigerden Osama bin Laden, verdacht van de aanvallen op New York en Washington bijna 4 weken geleden, uit te leveren. Westerse leiders als Blair, Schröder en Koch benadrukten dat de aanvallen onvermijdelijk zijn in de strijd tegen het terrorisme. Osama bin Laden zelf heeft meteen de jihad, de heilige oorlog tegen de Verenigde Staten, aangekondigd. In Afghanistan zijn de belangrijkste doelen tot nu toe de hoofdstad Kabul en de steden Kandahar en Jalalabad. De eerste meldingen van luchtvuur en explosies kwamen uit de hoofdstad Kabul. Kandahar geldt als het hoofdkwartier van de Taliban. Daar is ook het woongebied geraakt waar Osama bin Laden vroeger woonde. De aanvallen concentreren zich volgens de Amerikaanse defensie op luchtmachtbasis en terroristenkampen op verschillende plaatsen in Afghanistan. En dan gaan we naar Washington, naar Charles Groenhuizen. Charles, wat is jouw laatste informatie? Er zijn berichten uit Afghanistan dat er een toestel van Amerikanen zou zijn neergeschoten. Het Taliban-regering gezegd, hier in Washington wordt gezegd, wij weten er niks van. En het zou kunnen gaan om zo'n onbemand spionagevliegtuig. Dat is 1, 2. De veiligheid hier overal in Washington, maar ook in andere steden, is fors opgevoerd. Ook vandaag een aantal politici, zowel republikeinen als democraten, hebben opnieuw gezegd, pas toch op, als we militair gaan optreden, zijn aanslagen tegen Amerika opnieuw bepaald niet onwaarschijnlijk. En een voorbeeld daarvan, president Bush is in het Witte Huis gewoon, maar vicepresident Cheney is naar een geheime locatie gebracht. En dat heeft ermee te maken dat als er een aanslag op de president gepleegd zou worden, dat altijd de vicepresident in een soort reservecommandocentrum op een onbekende plaats dus de zaak onmiddellijk kan overnemen. Dus wat dat betreft is de spanning hier wat hoger dan we normaal gewend zijn van de afgelopen weken. Bij de postkamer van het ANP wordt sinds vandaag alleen nog maar met plastic handschoenen gewerkt. Ook al kun je de ziekte komen als je er op tijd bij bent en antibiotica neemt nadat je met de bacterie in aanraking bent geweest. Er is veel onduidelijkheid over miltvuur. Hoe je het kan krijgen, hoe gevaarlijk het is en hoe je dus om moet gaan met enveloppen met poeder. Ook al is er nog niks aan de hand, behalve veel commotie, de overheid heeft wel een informatielijn geopend. Ik denk dat je de situatie kunt samenvatten dat wij een eventuele terroristische aanslag niet kunnen voorkomen. Dat zit in de handen van anderen. Maar dat wanneer dat het geval is, wij zeer adequaat kunnen ingrijpen en de schade tot een minimum kunnen beperken. Het begint een beetje op de moderne versie van valse bommeldingen te lijken. Ook vandaag kwamen weer op verschillende plaatsen brieven met verdacht poeder binnen. Met strenge veiligheidsmaatregelen als gevolg. Maar tot nu toe allemaal loos alarm. Op dit moment is de omvang of de dreiging is beperkt. We praten over tot nu toe een 32-tal brieven en pakjes die aangetroffen zijn, waar tot nu toe in geen geval aangetoond is dat er een besmetting heeft plaatsgevonden. We zien ook in de Verenigde Staten, wat een land is dat natuurlijk aanzienlijk veel groter is, dat de besmettingen er weliswaar zijn, dat dat natuurlijk tot grote onrust leidt, maar dat het allemaal zeer beheersbaar is tot nu toe. De GGD's vinden dat de overheid actiever zou moeten voorlichten. Een informatielijn is te mager, vinden zij. De eerste bomen voor wat een bos moet worden gingen de klei in.
het sein voor het begin van de bouw. De blauwe stad wordt ontwikkeld bij Winschoten in een gebied dat de laatste decennia een grote werkloosheid kende. Watersporters en bewoners van villa's van boven de miljoen moeten de streek economische bloei brengen. Dit gebied wordt natuurlijk helemaal omgezet. Als je hier over 20 jaar terugkomt, dan ken je het gebied niet meer terug. En er zijn prachtige natuurgebieden, is een mooi meer, er zijn veel bomen, dus er zal ook veel beslotenheid zijn. Nou, en zulke functiewijzigingen die doe je niet in 1 of 2 jaar, dat kost jaren. Er zijn ook critici die zeggen, kijk naar de 11e september, kijk naar de neergang van de economie. Ja. Ze rekenen zichzelf rijk. Ja. Straks wordt het eenzelfde debakel als de Eemshaven. Ja, ik denk dat het heel erg meevalt. We hebben redelijk goed inzicht in de woningmarkt in Groningen. Die is op dit moment aardig overspannen. Er is veel vraag naar dure huizen, ook van de Groningen zelf. 70 miljoen gulden overheidssubsidie wordt in het project gestopt. De tegenstanders vinden de blauwe stad veel te ambitieus of menen dat het verspilling is landbouwgrond onder water te zetten. Nou, en wat heb je nou aan water? En bij Groningen maken ze nog een groot stuk water. En dan denken ze wel dat ze hier huizen kunnen verkopen van 1 miljoen. Maar ik geloof dat er hier leegstaan blijft. Dat een utopie is. Volgend jaar wordt begonnen met de aanleg van het meer, waarin ook enkele eilandjes komen. De eerste villa-bewoners zullen over 1 jaar of 8 in de blauwe stad neerstrijken. Ook Rusland heeft zijn nachtwacht. Het gaat om het schilderij De Wolga-slepers, dat algemeen gezien wordt als het absolute topstuk van het culturele erfgoed. En dat doek hangt nu in Groningen. Koningin Beatrix, premier Kok en de directeuren van de sponsorende Nederlandse en Russische gasbedrijven moesten eraan te pas komen om het naar Nederland te krijgen. Het is het pronkstuk van de overzichtstentoonstelling van de 19e-eeuwse realist Ilja Repin. De wereld kent wel Tolstoj, de schrijver van Oorlog en Vrede. En Turgenev, van zijn vaders en zonen. Maar de maker van hun portretten, Ilja Repin, kennen de meesten niet. Terwijl er in Rusland niemand te vinden is die dit schilderij niet kan dromen. De mannen goedkoper dan paarden die het schip van de staat voortrekken. Het wordt op koekblikken afgebeeld. Kinderen spelen het na op school. Het is meer een onderdeel van de cultuur in de breedste zin des woords dan alleen nog maar een kunstwerk. Hij heeft er meer dan 3 jaar aan gewerkt. En daar heeft hij voortdurend allerlei schetsen bij gemaakt. Hij zocht dus heel lang naar het juiste concept, de juiste modellering van de figuren. Daarnaast ging hij ook nog gewoon met die mensen optrekken. 2 jaar lang bracht hij met ze door om ook het karakter van zijn slepers in beeld te brengen. Het leven van gewone mensen, in afscheid van een recruut. Kritiek op de kerk in het portret van een Russische geestelijke. Repin schildert historische gebeurtenissen met kritiek op de machthebbers. Hij was flink bezig met de politiek. Dat zie je ook weer aan dit schilderij. Beeldt de thuiskomst uit van een veroordeelde revolutionair. Er was een grote amnestie afgekondigd. Man komt thuis en het schilderij heet Onverwacht. Het haar wat deze man nu heeft, dat korte stoppeltjeshaar, dat is precies het haar dat gegroeid is in de tijd dat hij gelopen is van Siberië naar huis. En dat was een teken dat voor iedere Rus in die tijd direct herkenbaar was. Dit is de componist Kwi. En hier verderop zien we Mussorgsky, grote vriend van Repin, ook een componist. Mussorgsky zat in een krankzinnige instituut, hij was alcoholverslaafd. En toen Repin hoorde dat hij echt op de rand van de dood stond, is hij nog sneller naartoe gegaan om zijn vriend dus te schilderen. En daarvan is dit het resultaat. Hij overleefde vele van zijn beroemde tijdgenoten en werd 86 jaar oud. Met reuma aan zijn rechterschilderhand, maar hij bleef schilderen, nu met links. De komst van het communisme maakt de export van zijn werk naar Europa moeilijk. Maar anno 2001 is het gelukt. Tot 7 april volgend jaar in Groningen. Maastricht, op de laatste dag van alleen de gulden, is in feeststemming. In deze stad werd de invoering van de euro 10 jaar geleden door alle Europese regeringsleiders afgesproken. En in deze stad wordt de euro straks door Nederlandse politieke en financiële kopstukken ingeluid. Op het Marktplein, voor het stadhuis, wordt nog even geoefend voor de show van middernacht. En 1 straat verder, tussen de winkelende Maastrichtenaars die hun laatste guldens uitgeven, loopt premier Kok. Het is de laatste dag ook dat er Nederlands geld uit de pinautomaten komt, althans de automaten die nog niet zijn omgeschakeld naar de euro. Hoeveel gaat u trekken? 600 gulden. Waarom zoveel?
We gaan kreeft eten, die moet gekocht worden. Dus 500 gulden kreeft en dan nog 100 gulden voor op stap te gaan. Dus dat moet lukken. En niet alle pinautomaten zullen morgen al werken. Bidden bij de banken was het net als bij de grenswisselkantoren veel drukker dan normaal. U heeft nogal veel kleingeld? Nou, dat hebben we het hele jaar een beetje bij elkaar gespaard. Zo van sigaretten, wat een pakje sigaretten. Dus dan gaan we dadelijk vuurwerk verhalen. Nou, volgens mij moet het iets van 160 gulden zijn. Maar hij geeft pas 23 gulden aan, dus ben benieuwd. En ook in de winkels proberen mensen duidelijk van hun kleingeld af te komen. Nu op het ogenblik komen heel veel mensen met alle kleingeld en leggen ze op de toonbank. En dan zeggen ze dan, oh, krijgen we hier nog wat voor? Ik heb nog kleingeld, kunnen we dat ook nog trallen? Ja, dat maken we toch wel, ja. Ja? Ja. We dat dan, Hebben er al mensen met euro's betaald? Ja, dus een halve kilo pindas is een euro's afgerekend. Dat is genoeg voor vanavond nog. Gaat u het vandaag allemaal opmaken? Dat gaat sowieso op vandaag en vanaf morgen de euro. Tot 28 januari mag er nog met guldens betaald worden. Maar er zijn winkeliers die nu al aangeven dat ze na morgen alleen nog euro's accepteren. En volgens de wet mogen ze dat. Maastricht is klaar voor de wisseling naar de euro. En ook voor de jaarwisseling trouwens.